hele clubje staat erop. 6-7 mensen waar ik ook toe behoord heb. Dan, ja. We waren opgeroepen door onze leider, zal ik dan maar zeggen, om na de Dolle Dinsdag, hè, toen was er hier in het noorden een euforie ontstaan dat de bevrijding daar was. En wij hadden oproep gekregen om ons naar onze verzamelplaats te geven, zodat wij direct na de bevrijding de orde konden handhaven, hè, als groep van de Binnenlandse Strijdkrachten heette dat toen. En toen liep de leider van mijn groep, riep mij bij zich en die zegt: ik wil niet dat jij meegaat, want jij bent 17. En ik kan niet tegenover je ouders verantwoorden als jou wat overkomt, want jij bent nog minderjarig. Hè, die andere mannen waren allemaal 20ers, 25, 30ers soms. En daar heb ik tegen geprotesteerd. Maar hij zegt: nee, je gaat niet mee, maar zodra we bevrijd zijn, dan kom je bij de club en dan mag je meedoen. En die club heeft zich dus verzameld op dat verzamelpunt, die groep waar ik toe behoorde, zonder mij. En op dit verzamelpunt zijn ze overrompeld door een Duitse patrouille bij een razzia. En die had na korte tijd al in de gaten dat ze met wat zij dan noemden terroristen te maken hadden. En die hebben die groep toen gearresteerd en naar de gevangenis gebracht in Zwolle. En daar 4-5 dagen zonder vorm van proces doodgeschoten, gefusilleerd. En, achteraf bekeken, ja, heeft dat mijn leven gered. Op 10 mei 1940 waren de Duitsers de eerste dag al 's middags in de stad Zwolle. Die Duitsers hadden de gewoonte om bij het marcheren allerlei marsliederen te zingen. Het waren altijd van die zingende mannenkoren, zeiden wij dan altijd, die dat door de straat marcheerden. En op een gegeven moment marcheerde zo'n troep langs mijn school, dat Christelijk Lyceum, luid zingend: Und wir fahren gegen Engeland. Dat ging er een hele melodie aan vooraf. Op dat moment stonden wij in het speelkwartier, zal ik maar zeggen, buiten de school, langs de weg. En toen waren er een paar jongens die deden wat lacherig tegen die Duitse troep die voorbij marcheerde. En toen, achter dat refrein, und wir fahren, riepen wij dan plom, plom. Om uit te drukken dat ze daar zouden verzuipen. Hè? Dat was natuurlijk plagerij van kinderen. Ik was 12 jaar toen, dus dit was verder niks ernstigs voor ons gevoel. Maar dat is gerapporteerd aan de Duitse ortscommandantuur die we toen net hadden gekregen, de Duitse burgemeester zal ik maar zeggen, die over de stad gereden. En waarschijnlijk door twee leraren van ons die NSB'er waren. De rector roept de hele school met leraren en alles bij elkaar in de aula van de school en houdt daar een toespraak tot ons van: dat kon toch zo niet meer en dat was toch onverstandig wat wij deden om die Duitsers uit te lachen en zo. En dat zeker, want de Duitsers waren toch helemaal geen slecht volk, want daar kwam toch Goethe en zulke grote mensen kwamen daarin voor en dat we daar ook respect voor moesten hebben. En op dat moment schoot dat een aantal leraren die bij die toespraak aanwezig waren in het verkeerde keelgat, hè, dat kun je wel voorstellen. Dus die draaiden zich om en liepen de aula uit, hè, als bewijzen van protest. En dat werd, er viel even een doodse stilte, maar toen werd iemand zette het Wilhelmus in. Hè. En dat vielen we allemaal in bij. Dat was een ontzettend roerend moment. Op zo'n moment om dan het Wilhelmus te gaan zingen natuurlijk. Hè? We wisten ook, we waren nog maar een paar weken bezet. We wisten ook niet hoe we de uiting aan moesten geven. En daar stonden die NSB-leraren, waren er ook bij. Hè? En die stonden er met verbeterde gezichten naar te luisteren. En die hebben toen
aan de Duitsers gerapporteerd dat die en die leraren daaruit waren gelopen en dus het verkeerd voorbeeld hadden gegeven aan de school. En die leraren zijn toen een tijdje gevangen gezet en het bestuur werd gedwongen om een paar leraren te ontslaan. En dat is voor iedereen aanleiding geweest, hè, om vanaf dat moment onder elkaar voorzichtig om te gaan. Hè, want er waren NSB-kinderen op school. Hè, ineens begreep in iedereen van, ja, we zijn in een wereld terechtgekomen waar wij ook als kinderen op moeten letten. Wie is jouw vriendje? En wie is die jongen die naast je in de klas zit? En zo wordt, hè, dat moet je dus. Toen is dat begonnen om dat voorzichtig uit te zoeken voor elkaar, zeg maar. Het eerste wat verboden werd door de Duitsers in 1940 nog was de padvinderij. Dat was Engels en dat was, iedereen moest maar naar de jeugdstorm gaan. Dat was de Nationaal Socialisten, de NSB-jeugdafdeling, maar de padvinderij werd verboden. Ik hield in die tijd toch daarna contact met een van de leiders van mijn padvinderij. En toen kwam het moment dat hij een oproep kreeg voor de arbeidsansatz, zoals dat heette. De Duitsers riepen alle mannen vanaf 20 jaar, geloof ik, op om in Duitsland te werken. Dat was verplichte tewerkstelling. Nou, dat deed hij dus niet, zei hij. Hij waarschuwde mij, ik ga onderduiken en je hoort dan wel hoe of wat en waar. Toen kreeg ik een briefje van hem in 1943 van joh, zou jij eens niet, er is in die oorlogstijd was er in vakanties niks te doen en zo, dat was moeilijk. Maar ik heb een boer hier in de buurt bereid gevonden, daar mag je wel 14 dagen komen werken en zo, dan ben je er eens even uit, of enfin, zo'n soort smoes. Nou, ik daarmee naar mijn ouders toe, die dat eerst maar niks vonden, maar op een gegeven moment zeiden ze, nou ja, verrijd dan maar. En dus ik schreef terug aan, in dit geval Spanhaak heette die padvindersopleiding, van ik kom. En toen schreef hij terug hartelijk welkom. Toen deed hij er een stiekem briefje bij van, maar je moet wel een paar pakjes voor me meenemen. En dat kun je opvragen bij mijn zusje, bij mijn jongste zusje. En die gaf mij een pakje mee waarin 3 pistolen bleken te zitten en een zak met weet ik hoeveel 100 patronen, pistoolpatronen van pas en te onpas. Hij zegt, dat moet je meenemen voor hem. Nou, oké. Dus ik ben op mijn fietsje van Zwolle, helemaal achterlangs, zoals dat toen heette, over Heino, Battum, Almen, Hoogheten, enfin, al die dorpen. En de Korte Broek, op mijn jongensfietsje, want dat had ik toen nog. Dat was het minst opvallende. En niemand zag, ja, gaat een schooljongen fiets daarheen. Ben ik bij Spanhaak terechtgekomen, naar wat zoeken enzovoort. En heb dus die pistolen bij hem af. Hij was aan het werk op het roggen halen, weet ik nog wel. En ik leg die pistolen zo even onder een schoof. Hè, zegt, laat die boer maar niks weten, dat allemaal komt straks wel. Hij zegt, maar ik ga vanavond nog even met je langs die boer, waar je dan te werk gesteld wordt. Maar ik neem je ook nog even verder mee, want ik moet je wat laten zien. En wat bleek dat te zijn? Een Amerikaanse vliegerpiloot, een navigator, die was op een vlucht naar Kassel in Duitsland, op de terugweg daarvan, neergeschoten met zijn Halifax of weet ik wat hij had. Hij was in de Achterhoek terechtgekomen en was toen bij een boer in de schuur in het hooi gaan gekropen, 's nachts. En die boer die komt 's morgens om 5 uur komt hij om zijn koeien te gaan melken. Enfin, die doet zijn schuur open en die ziet er ineens een vent voor hem staan. En die kijkt hem in zijn borstje aan en die begon goed achterhoeks tegen hem te praten. Maar daar kwam hij niet verder mee. Dus die ging naar de Rijksveldwachter toe en zei op zijn achterhoek staan van, gaat hij met me zin, kom kijken, want ik heb een kerel in het heul en ik weet niet waar ik hem mee aan moet. Maar dat is toch van zo'n boer, vind ik dat achteraf gezien, toch geweldig. Hè? Dat zulke mensen die nog nooit verder dan het naastbijzijnde dorp zijn geweest, dat die toch ineens denken van, jongens, hier moet ik toch wat mee en daar moet ik niet iedereen mee aan de kop zeuren. Hè? Nou, niemand sprak daar een woord Engels. Hè? En op dat moment haalde hij mij dus bij. Hij zegt, want jij spreekt Engels. Hè? Dan hebben we eindelijk iemand bij die vent waar hij zijn verhaal aan kwijt kon, min of meer. Nou, dat is mij min of meer gelukt. Ik ben in de oorlogsjaren verder steeds bij het verzet betrokken gebleven.
Met het rondbrengen van krantjes, met het uitdelen van distributiekaarten die geroofd waren, met het overbrengen van berichten, met het waarschuwen van mensen voor arrestaties of als mensen gearresteerd waren, de rest van de club te waarschuwen enzovoort. Oude meetkundeboek uit de eerste klas, wat door een bevriende boekbinder uitgesneden is en waar ik papieren in kon verstoppen, zoals hier een blanco persoonsbewijs. Dat was gestolen door onze groep. Ik was in die tijd jong en nog op het lyceum en ging dus elke dag naar school met een dubbele leren schooltas met de boeken voor die dag erin. En dan kon ik dit boek er gewoon tussen stoppen. Dat had niemand in de gaten bij controle of wat dan ook. Ik had gewoon een boek bij me, hè, voor de les. Maar daar zaten dan dus de papieren in die ik moest overbrengen of wat dan ook. Dus het was een primitieve camouflage, zal ik maar zeggen, bij het overbrengen van berichten. Ik had met een lid van mijn groep waar ik veel schriftelijk contact mee moest hebben, 2 kaarten gemaakt. En dan konden we dus brieven aan elkaar schrijven door de boodschap die we wilden brengen, schreven we in die vierkantjes. Maar daar bleven tussen, hè, als je dat blad optilde, bleven ruimtes over, dat zie je wel. Hè. En die vulden we dan met willekeurige letters in. Dus als je die brief in andere handen kwam, kreeg hij alleen een papier, zeg maar een A4'tje, met een eindloze reeksen van letters die iemand die kaart niet had, nooit kon lezen. Chris Huiberts, de leider van mijn groep, werd zwaar gezocht en toen hebben we hem, toen heeft hij zichzelf onvindbaar gemaakt. Maar zijn vrouw, die ook zwaar in het verzet zat, die kreeg een miskraam in februari 1945. Het was hartstikke donker, hartstikke winter. En we waren in het noorden nog niet bevrijd. Toen was het, Duitsers waren ook heel fel en zo. En toen heeft hij toch geprobeerd om een nacht in het huis te komen waar zijn vrouw dus lag. Die lag bij haar moeder thuis. En op het moment dat hij dat huis binnenging, stapte achter hem de SD binnen. Dat huis werd dus al lang geschaduwd, maar dat wist hij niet. En daar is hij toen opgepakt. Zwolle is 14 april bevrijd en 29 maart zijn die Duitsers al gevlucht uit Zwolle, hè, met een autobus. En hebben toen 20 gevangenen meegenomen en die in 2 ploegen van 10 doodgeschoten aan de weg in Wierde, aan de weg naar Duitsland, zal ik dan maar zeggen. En toen zijn ze zelf met die bus er vandoor gegaan.